We hebben sinds 2011 eigenlijk een uit de hand gelopen probleem waar wij we geen gehoor krijgen bij de overheidsinstellingen. Twee jaar geleden trokken ze aan de bel. Een groep boeren rond natuurgebied engbertsdijk venen bij Veen. Nou, het probleem is dat mensen gewoon niet hun hun werk goed uit kunnen voeren en hun brood goed kunnen verdienen, omdat de zwijnen hun gewassen omwoelen. Er leek een oplossing voor het probleem van het groeiend aantal wilde zwijnen. Een wilde zwijnen tafel, waarbij natuurorganisaties, jagerspoeren en overheid de overlast samen te lijf gingen. We hebben de laatste in de provinciale commissie landbouw en natuur. Hebben we er twee uur lang over zitten vergaderen. Zegt Marco van der Vechten van het CDA. Hij constateert dat er in de praktijk nauwelijks iets is gebeurd. Het aantal zwijnen en daarmee ook de schade is alleen maar toegenomen. 250 euro eigen risico, je hebt 300 euro behandelkosten. Schades beneden de 50 euro worden niet uitgekeerd. Om als boer schade vergoed te krijgen, daarvoor moet je door een digitaal oerwoud. Het CDA wil daar nu een stokje voor steken. We gaan niet proberen om ze uit te roeien, maar we gaan zeggen van oké, okay, ze zijn er. We accepteren een bepaald schadenniveau en daar gaan we ook netjes, uh, netjes mee om. Het CDA wil dat er voor het eind van het jaar een betere regeling ligt voor de boeren.